Hey mensen! Welkom bij een nieuwe video op dit kanaal. En vandaag, Teun, is het weer zover. We gaan helemaal kapot gemaakt. Oh, nee, serieus? Oh, ik dacht dat we leuke dingen gingen doen. Nee. Maar dat is altijd op dit kanaal, toch? Leuke dingen? Ja, soms. Soms niet. Soms wel en soms helemaal niet. En vandaag is zo'n helemaal niet momentje. Ja, kijk, voor die dan, die daar, die. Zie je die? Ja. Die. Ik zie jou. Ja, voor die of voor die meerdere. Ja. Ligt eraan of ze alleen zit of niet. Hey. Wordt er wel leuk. Ja. Want wij gaan de bijt, lik of niets challenge doen. Bijt, lik of niets. Dat klinkt alsof er drie mogelijkheden zijn. Ja, dat heb je goed gehoord. Ik heb hier namelijk een briefje met daarop. Bijt. En lik. Kill. Oh, lik. En? Klopt of niet? Niks. Wat we gaan doen, is we gaan het husselen en je moet er eentje kiezen. Ik denk dat ik al weet wat de bedoeling gaat zijn. Hier zit iets in, wij weten niet wat het is. En je moet erin bijten, je moet eraan likken of je moet er helemaal niks mee doen. Maar is het altijd iets ranzigs? Nee, het kan volgens mij ook iets leuks zijn, maar dat doet de productie hier. En die vertrouw ik precies zoveel procent. Productie, is het ook wel eens iets lekkers of doe je geen uitspraak? Oh, daar wordt je aangeknikt. Oké, het kan lekker zijn dus. Oh, wil je beginnen of wil je als tweede? Ik weet nog dat ik kattenvoer best lekker vond, dus ik hoop dat ik kattenvoer mag bijten. Ja, het maakt me niks is eigenlijk altijd al goed. Want als het iets lekkers is, vind ik het ook niet erg als ik het niet hoef. Precies, je kan beter niks hebben. Dat is het beste. Ik ga gewoon meteen wat hier voor me ligt. Want iets in mij zegt dat dit de beste keuze is. Lik! Oké, lik. Maar moet jij ook iets doen? Of is het gewoon... Ja, ik mag dit optillen. Oh. Oké, maar we leggen deze nee, even. Nee. Jij moet ook... Jij moet de resterende... Ja. Een van die andere twee nog. Wow! Ik dacht dat we om en om moesten, maar dat is dus niet. Oké, ik heb deze al. Oh, wacht, dan is die andere weg. Ah, oh, dat is... Jeetje, dunne. Echt, waar zit jouw verstand? Ja, ik dacht, ik moet dan ook misschien likken. Nee, man. Kom op, 50% kans dat ik... Ja! Dat wordt weer zo'n challenge dat je gewoon altijd niks gaat pakken. Ik weet het gewoon nu al. En als je wel iets pakt, dan is het iets lekkers. Oké, nou... Een drol! Wat is dit? Het ruikt naar vlees. Oh, dat ruikt wel lekker eigenlijk. Ja, maar je hoeft er alleen maar aan te likken, hè? Trek het uit elkaar. Dit is gewoon een worst, maar wel een hele rare verrimpelde worst. Oh nee, ik moet likken. Lik nou! Wat erg! Help! Bel 112! Was dat? Ja, nee, dat is we hebben een tijdje terug een auto gehad met dit soort gezichten erop. En jij zorgt ervoor dat we binnen één video een hele auto met nieuwe gezichten van jou kunnen vullen. Zoals dit gezicht, dit gezicht of dit gezicht. Wat nooit, hè? Ja, nee, ware marteling. Heb je het nou gelikt of was het in het nep? Oh, je bent... Dit is heel raar dat je aan een verrimpeld worstje aan het likken bent. Dit is echt heel raar. Laten we het heel snel stoppen. Oh! Kijk terug, kap! Kap met dat ding! Oh, ik moet huilen! Oké. Ik ging helemaal stuk. Oh my god. Ja, ik ook. Zo smerig. Echt, ik had niet verwacht dat je zo los zou gaan op mijn worstje. Maar goed, dan gaan we door naar de volgende. Ik ben benieuwd. Nee, nu moet jij de eerste pakken. Ja, kan. Ja, maakt eigenlijk helemaal. Maakt wel uit. Maakt wel uit. Oké. Ja? Ja. Pak wat. Als je weer niks pakt, hè? Jij eerst. Oh, je moet likken. Bijten! Maar is bijten, is dat ook kouwen? Doorbijten, twee keer kouwen. Oké, doorbijten, twee keer kouwen. Ik ben benieuwd wat we hebben. Oeh! Oh, dat doet pijn in mijn oren. Nou, we zullen het maar gaan doen. Doe je ook. Dat was geen optie, lik, bijt of in je oog doen. Nou, zal ik beginnen? Ja, doe maar. Let op. Hoe is dat, Dylan? Dat is heftig, zie ik aan je. Je hebt altijd wel een beetje een zure kop, dus op zich zie ik niet veel verandering. Ja, het is een beetje zuur, maar ik neem aan dat het voor jou zuurder wordt, want jij moet een hap nemen en twee keer bijten. Dan moet ik ook flink bijten, vind ik. Ja. Al die pitten. Was het lekker? Mijn glazuur is eraf gevangen. Je tanden vallen er ook uit. Hier, dat zijn je tanden trouwens. Oh, dat zijn helemaal geen pitten. Kijk!
Jij mag beginnen. Oké, ga niet kijken. Ik weet helemaal niet meer waar wat ligt, dus het maakt eigenlijk helemaal niet uit. Nee, ik heb geen idee. Dus wat pak je? Ja, ik heb hier een goed gevoel bij. Oké, open hem nog niet. Ik pak deze. Doe we deze weg? Heb je daar ook een goed gevoel bij? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nou, dan zul je zien dat jij daar toch niks pakt. Oh. Ja! Ik heb een lik. Ik heb niks. Ik heb niks. Daar gaat-ie. Ja, ik ben er klaar voor. Wat is het, wat is het? Dat dacht ik wel, dat je er klaar voor was. Oké, dan gaat hij. Wat is dit nou weer? Wat is dit? Oeh, dat ruikt een beetje naar augurkachtig iets. Het is allemaal gehaald in winkels die zeg maar de Poolse winkel en zo, Aziatische winkel. Dus we hebben allemaal dingen die we zeg maar niet herkennen hier, denk ik in ieder geval. Beetje fruitig. Doet het iets met je? Het is heel raar. Ja, ik begin wel een beetje gekke kabouters te zien. Oh nee, dat ben jij gewoon. Oh, Teun! Ik heb het idee dat dit heel vies gaat worden. Lisanne die durft er niet eens naar te kijken. Ik hoor zelfs Tim achter de camera. Oh. Jongens. Ik maak mij helemaal niet uit. Ja. Oké, dan gaan we. Oké, wat heb je? Lik! Niks! Tim die achter de camera wordt helemaal gek. Waarom duikt die jongen ineen? Ik weet niet, wat gaat hier gebeuren? Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Je springt eigenlijk zo op. Oh, laat me. Wat is er, Dylan? Wat is er? Je kijkt heel angstig. Oh! Je moet echt blij zijn dat je alleen maar hoeft te likken, hoor. Ik weet niet wat het is. Het ruikt naar... Wat kijk dit? Oh my god. Oh my god. Maar wat is dit? Dit zijn gewoon ogen of zo. Wat? Ja, dit zijn ogen. Hij leeft ook nog, zie je? Oké. Oh, het ruikt zo sterk. Het lijkt een soort... Even goed in die saus. Je kent toch wel dat palingachtig... Is dat paling wat zo in zuur wordt gelegd? Ja, haring is dat volgens mij, of niet? Of is dat paling? Ja, paling of haring. Richtig. Ik weet wat je bedoelt. In zo'n potje, knijterzuur. Ja. Ja, dat is dit ding. Zo ruikt het. Je bent ook nog lekker door dat sausje in aan het roeren. Ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Ja. Ik moet het zelf likken. Het ziet er ook zo raar uit dat je likt daar niet. Wat geen huisje is. Oh! Waarom heb ik alleen maar zure dingen vandaag? Je zei nog dat je zuur zo lekker vond. Nee, dit vind ik niet lekker. Oké, ik ben blij dat ik niet bijt had. Gooi er eens niet alles af, te. Wat zou het zijn, Dylan? Ik weet het niet. Kies er maar één. Snel pakken, niet kijken. Die heb ik nog niet gehad, de rechter. Dan pak ik de link. Oh. Gaat het? Ja. 3, 2, 1. Nee! Ja, we hebben altijd als ik niet bijt, dan moet jij likken. Ja. Dit is... Ik ben best blij, want ik vind likken tot nu toe nog niet zo heel erg. Nee, want likken, dat kan ranzig zijn. En het is ook wel ranzig, maar het komt niet in je lichaam, zeg maar, helemaal. Snap je wat ik bedoel? Nou ja, de sappen wel. Ja, oké. Okay, maar je hebt niet die bijtstructuur. Je hebt hier allemaal zooi liggen. Ik weet niet wat je hebt. Ja, dat is gewoon een kwel. Dat is nog niet eens van het likken. Ja, al die blaadjes zijn inmiddels nat, als ze bij jou zijn geweest. Zullen we eens even kijken? Ja, oké. Okay. Ik moet bijten, jij moet likken. Let's go. Oh, een banaan! Ik denk niet dat dit een banaan is. Wat is dit? Oh, mooi, dan kan even filmen van ik mee. Dit is niet goed hoor. Maar het dit ruikt nergens naar, dus dat vind ik al verdacht. Oh, dat is niet goed. Ik dacht dat het misschien lekker vanilleijs of zo. Nee hoor. Is dit man? Zo ziet het eruit. Wat is dit joh? Dit ziet er heel raar uit. Ik vind de binnenkant wel als een banaan eruit zien. Ja, het ziet er wel ergens uit als een banaan, maar het is wel gesneden. Het is hard. Ik dacht dat het zacht was. Huh? Wat is dit? Je kan het niet indrukken. Hier, kijk. Ja, maar als je het vastpakt, dan is het wel een beetje squishy. Wat is dit? Dit ruikt gewoon naar terpentine, joh. Ik zweer het. Dat is niet goed, hoor. Alsof je je verf gaat verdunnen. Is het niet gewoon een slang of zo waar het zwart omheen en weg is gehaald? Ja, dat zou ook nog wel kunnen. Misschien is het van een terpentineboom. Oh, ik ga het gewoon likken. Ik ga het gewoon likken, let op. Heel chemisch. Wat is het? Wat ben ik blij dat ik niet hoef te bijten. Ik ben zeer verward. Het ziet er wel uit alsof het uit de natuur komt. Dit komt uit een dier. Meen je dat? Nou, Teun, ik zou zeggen happen en twee kouwtjes maar. Oh, dat gaat heel goed. Maar wat ik niet hoop dat het is... Ik hoor allemaal gelach dat dit iets van een penis of zo is. Dat hoop ik niet. Ik zie namelijk zo'n gaatje ook zo. Het lijkt al een beetje een plasbuis of zo. Als dit een penis is, hè? Dat heb ik net aan een penis gelikt. Ja, en ik moet bijten in een penis. Er komt een beetje geel uit. Ik ga het doen. Oké. Okay. Niet bij nadenken. Gewoon fear factor. Ik win 50.000 euro. Ik ken het niet toch een beetje.
een roofdier. What the fuck? Oh. Wat is dit voor binnenkant? Wat is dit? Oh, wat is dit? Wat is, wat is dit? Wat heb ik in mijn mond gehad? Oh, dit is niet goed hoor. Wat is dit? Productie, kunnen wij horen wat het is? Wil je het al weten? Ja? Wat is het? Het is al voorbij gekomen wat het is. Nee, het is geen penis. Het is geen penis. Wat is het? Nee, dat is het niet. Oh! Dit is niet meer en niet minder dan geschilderde cassave, maar het ziet er gewoon f***ing goor uit. Geschilderde cassave? Oh, ik dacht echt, ik zie hier zo'n plasbuis nog zo uitsteken. Dat is dus wat je mind met je kan doen dit. Het was ook heel taai en ja, ik kwam er bijna niet doorheen. Taai. Pak maar iets. Het ergste is dat je nu niks hebt gehad. Oh, hebben we het aangeraakt. Oké. Okay. 3, 2, 1. Nee! Ja, 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 dit is leuk. Dit is leuk. Ik hoef niks te doen, jij moet bijten. Dus dat is echt zeg maar het ergste. Waar moet ik in bijten? Oh. Dit is toch niet normaal. Dit is toch niet normaal. Dit is echt weer zo... Het is een penis. Dit is echt weer zo'n hagensdingetje. Dan moet hij bijten en ik mag niks. Is het gewoon het beste wat je kan hebben? Ik pak... Niks. Als ik daar even... Eén hapje daarvan. Oh, de laatste turn! Dat is zeker wel heel ranzig en dan moet ik weer bijten. De allerlaatste turn. En je weet wat ze zeggen. Best for last. Ja, yeah, dus ik ben benieuwd. Ik ruik serieus iets. Zal het dan geen peper zijn? Het is geen peper. Uh-oh. Ik ruik daar serieus komt een, daar komt een bak bij. Komt ja, dan weet je hoe laat het is. Er komt een bak bij. Maar wat denk je dat dit is? Jij denkt iets raar. Ja, ik ruik het gewoon serieus. Wat denk je dan? Al. Nou, ik heb thuis 2 katten en dit ruikt gewoon naar kattenvoer. Echt? Ja, dit ruikt echt naar kattenvoer. Nou, wil je die? Mag wel. Als ik nou hier bijt heb. Als ik nou hier bijt heb. 3, 2, 1. Lik hoor. Ik pak van jou de lik uit. Wat is dit, jongens? Ja, dit is inderdaad. Is dit kattenvoer? Dit, oh. Die gelei hieromheen, kijk. Ik ben al lang blij dat ik geen bijt is, maar ik vind likken eigenlijk misschien net zo erg. Ja, het eet het als een kat. Ik ga dan boven likken. Ik ga het doen. Miauw. Of is het hondenvoer? Nee, het is allebei niet. Huh? Het is geen kat en hondenvoer. Het is mens. Dan wordt het enger. Oké, daar gaat hij. Ah, het zit allemaal op je tong! Wat is dit? Hoe kan dit mensen eten zijn? Het is niet heel slecht. Nee, echt niet? Wat is het? Het smaakt een beetje naar soepvlees. Oh, dat zou het wel kunnen zijn. Ik ga het niet opeten, maar het is niet slecht. Ah, maar de structuur is verschrikkelijk, maar... Het ziet er erger uit dan het is. Wat is het? Ingelegde kalkoenbeen. Kalkoenbeen. Oké, okay, nou de laatste, ja, het was, zag er ernstig uit, maar het viel eigenlijk wel mee. Het, ja. De kinderbenen vond ik er erger uitzien. Ja, ik vond het ook heel erg verschrikkelijk dat ik die had. Die was heftig, ik heb hem ook helemaal gedaan, dus ook heel stoer ik was. Ja, jij ging er gewoon voor. Ja. Ik vond het knap. Nou mensen, dit was me toch weer een challenge. Vond je het leuk, Teun? Ik vond het hartstikke leuk. Nou, ik heb nou al zo'n vleesig smaakje in mijn mond. Daar ga ik even iets aan doen. Zo geniet ervan, of niet? Dames en heren, vonden jullie dit nou ook leuk? Klik dan op het duimpje omhoog, klik gratis op abonneren en hier zijn afspeellijsten in beeld. Daar kun je ook op klikken. Als je daarop klikt, dan zie je allemaal video's die we eerder hebben gemaakt. Dat is leuk. Of later, het ligt er een beetje aan wanneer deze video... Nou ja, lang vooral kort. Er is ook nog een notificatiebel, klik daar ook op. En Teun, dankjewel. Tot de volgende keer maar weer. Later!